In Opperdoes is onrust ontstaan doordat er een ernstige zedenzaak aan het licht is gekomen. Een nog onbekend aantal kinderen is het slachtoffer geworden van misbruik door een oudere inwoner van Opperdoes. De man was jarenlang lid van de kerkenraad van de gereformeerde kerk. Wat er precies gebeurd is, dat weten wij niet. Wij weten dat er sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend gedrag van een lid van de gemeente van de christelijke gereformeerde kerk van Opperdoes naar één of meer kinderen. De kerkenraad heeft de kwestie doorgegeven aan de politie en roept andere slachtoffers op zich te melden. Het is onbekend of de man ook kinderen heeft misbruikt tijdens het vrijwilligerswerk dat hij deed voor de kerk. De eerste zomerse dagen zijn nog niet voorbij of er is alweer blauwalg aangetroffen. Voor een aantal plekken in de Loosdrechtse plassen is door de provincie een waarschuwing afgegeven. Op de zwemwaterkaart zijn onder andere het Funtestrand en de Meent gemarkeerd. Er is nu nog sprake van een gering gezondheidsrisico, vooral voor oudere mensen en jonge kinderen. Een mislukte ramkraak vanmorgen vroeg op een geldautomaat van de ING in Krommenie. Rond 4:15 werden omwonenden wakker van een hoop herrie. Getuigen zagen vier mensen met bivakmutsen op wegvluchten in twee auto's. Een van die auto's is later teruggevonden in Amsterdam. De kraak mislukte en de daders zijn nog spoorloos. In Hoofddorp werd rond dezelfde tijd een poging gedaan om de automaat van ABN AMRO aan het Muiderbos te kraken. De lichamen van de vermoorde Ingrid Visser en Lodewijk Severijn uit Huizen worden vanochtend vanuit Spanje naar Nederland gevlogen. De nabestaanden geven zaterdag 15 juni aan iedereen die zich verbonden voelt de gelegenheid om afscheid te nemen van het stel. De drie verdachten van de moord worden vanochtend voorgeleid aan de Spaanse onderzoeksrechter. Naar verwachting zal die het voorarrest van het drietal verlengen. 600 fietsers beklimmen vandaag de Mont Ventoux in Frankrijk om geld in te zamelen voor onderzoek naar de zenuwziekte ALS. Om 5:00 vanochtend ging de eerste ploeg van start. Zij zullen de bergetappe 3 keer afleggen. RTV Noord-Holland is er de hele dag live bij, want aan de tocht doen veel Noord-Hollanders mee.